Een hele goede morgen. Het is zaterdag vandaag. Daan en ik zijn onderweg. Zeg daar staan. Hier ben ik. We gaan dus zo meedoen aan een bingo. Yes. We een nieuwe winnaar. En is het gelijk op de eerste? Ja. En nog meer drank. Een hele goede morgen. Het is zaterdag vandaag en vandaag ga ik met Daniëlla, een vriendin van Daniëlla en haar moeder naar de Libelle Zomerweek. Geen idee wat ik kan verwachten. Ik ben er nog nooit geweest. Blijkbaar al zoveel dingen. Want ik weet niet, als jullie me langer volgen, dan doe ik best wel veel dingen voor de eerste keer of zo. Maar goed, we gaan er naartoe. We gaan het beleven. Ik schijn mijn boodschappenkarretje mee te moeten nemen. Het is wel een dingetje. Want toen met die huishoudbeurs... was ik ook nog nooit geweest. Toen had ik zoiets van, ik ga er niet met een boodschappenkarretje lopen. Nou, achteraf miste ik hem echt. Want ik heb mijn tas lopen sjouwen. Ik had zoveel leuke dingen gevonden. Voor weinig geld. Dat ik echt spijt had dat ik dat karretje niet mee had. Dus hetzelfde dat je naar het centrum gaat en dat er markt is. En dat je fruit wil kopen, groente wil kopen. En dan denk je, hang maar zo'n karretje. Ik zie iedereen lopen met zo'n karretje. Had ik ook maar zo'n karretje. Ik heb zo'n karretje. Maar, weet je... neem hem gewoon mee en dan kunnen we hem altijd weer naar de auto brengen. Toch? Als het nou blijkt dat ik daar een beetje verschut mee loop. Maar ja, goed. Ze zeiden dus dat ik mijn boodschappenkarretje mee moest nemen. Dus dat doen we dan. Ik heb mijn koffie over de hele tafel heen gegooid. Maar ik ga geen nieuwe meer zetten. Dus ik drink even wat anders. En ja, dan komt Daniëlla mij zo ophalen. En dan gaan we naar Almere toe. Zie jullie straks in de auto. Altijd wachten tot de Daniëlla komt. Die komt er zo aan. Dus we zitten braaf te wachten. Even zo in het hoekje, want ons krijg je niet straks een rondom aan. Dus de namen dat lukt wel zo. Daan en ik zijn onderweg. Kijk, daar is Daan. Hier ben ik. Wacht, ik wat niet ook. Ik heb mijn buik niet in. Daar is Daan. Zonder buik nu. Hier ben ik. We gaan naar de Libelle Zomerweek. We weten helemaal niet wat we kunnen verwachten. Daniëlla is er ook nog nooit geweest. Ik heb net nog even snel YouTube. Moppen niet zo als je auto. Ja, maar hij kwam bijna tegen me aanrijden. Maar ik heb dus even wat YouTube filmpjes gekeken wat we kunnen verwachten. Het is een beetje huishoudbeursachtig, denken we. Maar, who knows, dat viel ook allemaal reuze mee. Vond ik ook achteraf heel erg leuk. En ik neem hem heel erg goed gaan volgen. Zie jullie zo weer. Libelle lekker. Anders dan loop ik... Wat? Vind ik leuk. Ja. Is het jouw moeder ook? Ja. Okay. We gaan dus zo meedoen aan een bingo. Yay! Deze tuin is nu afgetreden de tuin. Kent u de tuin? Dit is dus mijn bingo kaart. Ik weet niet of jullie me horen. Er is heel veel herrie hier. Zo. Dit dus. We hebben allemaal een kaart. En daar gaat het gebeuren. En we hebben stoelen gestolen van die tafel daar. Kijk. Ja, dus dat. Kan meedoen. Hoe gaan we te werk dadelijk? Ik ga dadelijk enorm aan mijn ballen zitten. En dan... Ja, het is nou eenmaal zo. Daar kan ik verder ook niks aan doen. Dat doe je met bingo. Ja. Marieke, kijk, bijna. Dank je. Ga maar even staan, Marieke. Dames en heren, dit is Marieke. Marieke gooit er ineens geluid in, want dan wil ze aandacht. Dus het lijkt mij heel fijn als ik even aftel. 3, 2, 1 en we met z'n allen hoi Marieke roepen. Ja, 3, 2, 1... En nou moet je opletten wat er nu gebeurt. Kijk, van onderuit komen de rode vlekken. Hebben jullie al bijna... Er is iemand met een bingo ondertussen. Ben jij het ook bingo? Ah, je zat helemaal daar. Ja, dat is jammer dan, hè. Oké, eens even kijken. Is het al gelukt? Neem een witte wang. Ik sta hier op de promotie van Aloe Vera, want de meeste mensen, jij mag, kennen Aloe Vera maar vereniging, mag ik? Vakantieman. Oh, maar dan kan ik niks doen. Gran Canaria, Curaçao. Waar Aloe Vera dat heel geneest, zacht, verzorgt en verkoelt een huid. Om het u goed en uit te leggen. Dat is deze pot. Dus hier, hè? Wat u doet, de gel. Waarom is die wereldberoemd? Om maar één reden. Daar begin ik mee. Ben je zonverbrand, heeft schaafwondjes of zonnehargen, dan smeren mensen dit op de huid. Aloe Vera trekt gelijk de warmte uit de huid. Dat is één. En twee, die moet je nooit vergeten wat ik nu zeg. Want die weet haast niemand. Bij jeuk. Ben van jeuk af. Ook bij muggenbulten, brandnetels en insectenbeten. Ja, je hebt heel veel. Oh, doe het erop. Kom, ja. Doe het erop, Lotte. Ik zal je direct laten volgen. Ja, maar jij doet nu niet. Nou. Ja. Maar ik kan wel zeggen dat hij zegt. Ja. 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 Neem thuis even de moeite om het etiket te lezen. Nee, dat is wel. Dankjewel. Dankjewel. Lief. Ik ben heel lief. Dankjewel. Leuk. Ja, dankjewel. Dit dames staat al naast in het schat. Dat is deze. Oké, dit gaat hem worden. 60 seconden, half oplicht en de klok moet je proberen te raken. Dus dat mag je ook niet doen. Je hebt een achterban die je kan sturen en die kan aansturen. En dat gaat dus. Maar je mag ook met je voet aantikken. Ik raad het niet aan. Dat val je aan. Op het moment dat je die kant val je op. Ja, en het is wat gedaan. In een rokje. Yes? 1, 2, go! Links! Rechts, 9, 4, 7, 7, 7, 5, bovenin! Wauw! Goed gedaan! Nou, ik weet wel het woord. Succes! Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En dan moet je weer de raam in. Mijn nieuwe winnaar? Nee, je staat gelijk op de eerste. Ja! Op de eerste plek. Yeah. Heb je je naam? Ja. Laat los. Stop je hem in de nieuwe generatie knuffelpers. Waarom nieuwe generatie? Deze kent u misschien nog wel, de oude knijper. Je knijpt erin, komt eigenlijk alleen maar sap uit. Al het goede van de knoflook blijft bovenin zitten met de velletjes en die mag je lekker daarna eruit pieken. Nu stop je gewoon het hele bolletje in deze knoflookpers en het enige wat je hoeft te doen is even draaien. 2 keer is hij al klaar. Hoe vaker je draait, hoe fijner die wordt. Ja. Want die ken ik nog niet. Ik wil dit. Ja, die witte. Die wil jij. En nog meer drank. La massa. Daan, proost. Proost. We worden echt dronken. Zo? Ja. Ja, ja, dat is ook. De camera dan. Oh, ja. Kijk, ik zal het fijn maken. Vlei je lekker omhoog. Volgens mij kan je nog wel verslaan, Lot. Je moet gewoon nog één keer doen. Nog? Heb je dat? Het drankje wordt benaderd. Sanja, op basis van de heerlijke rode wijn. Lekker, lekker. Op basis van de kamer. Mooi. Mooi. Ben je nu gelukkig, Daan? Ah, die is leuk. Ik ben hier van Lotje getikt. Ja, 5 euro. 5? Dat is echt leuk. Ja, wel een hele grote lepel. Hier zagen we roos. Echt? Wat is hier een vlogstap? Oh, ik kan niet verwachten. En we zijn weer op de terugweg naar huis. Vonden we het leuk, de Libelle Zomerweek? Ja. Ja. Het was heel gezellig met de mensen waar we mee zijn geweest. Maar of ik nou heel erg blij word van de Libelle Zomerweek, ik weet het niet. Het is een beetje zoals de huishoudbeurs voor mensen die nog nooit zijn geweest. Het is een beetje zoals de huishoudbeurs, maar dan zonder al die apparaattesten, zeg maar. Dat je, ja, heel veel proeven. We zijn eigenlijk van drankkraampje naar drankkraampje geholpen. En tussendoor zagen we wat kleding, wat bijna niet te betalen was. Dat is wel heel jammer, want ja, je verwacht toch een beetje een beursaanbieding. Ja, het is niet echt een beurs natuurlijk, het is een libellenweek. Maar goed, ik zal thuis even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb wel wat dingen gekocht, Daniëlla ook. Die heeft ook aardig wat dingetjes ingeslagen, niet heel veel. Maar we hebben wel wat gekocht. Zie je thuis nu. En inmiddels ben ik weer thuis. Ik zal jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Voordat hier ja, tv wordt gekeken, zo, dan horen jullie het niet meer. Maar ik zal even de camera draaien. Ik heb een bullet journal gevonden. Met daarin ook de uitleg hoe je dat helemaal moet doen. Kijk, en ook allemaal leuke handwriting dingen en zo. Hoe je dat helemaal in kan delen, bla bla bla. Heel erg leuk. Ik zal het laten zien als ik dat een beetje heb opgezet. En de bladzijden hebben puntjes, zoals jullie zien. Dat is super handig als je een bullet journal wil maken. Vorig jaar was ik helemaal into dat. En nu misschien is het wel weer leuk om het nog een keer te gaan doen. Bij die bullet journal heb ik ook deze. Kijk, zie, dat zijn allemaal verschillende maten van punten en potloden om hier zeg maar in mooi te schrijven. Even kijken, deze kregen we gratis, een Margriet en een Libelle, die kregen we toen we eruit liepen. Oh ja, dit was handig. Dat, tenminste, wat die vrouw ermee deed was heel handig. Het is een soort van knoflookpers. Je doet je knoflook erin, je stopt het dekseltje er weer op en je kan het malen. Je kan kruiden, je kan pepers, je kan er alles in malen. Dus dat leek me wel handig voor koken en zo. Die had ik. En dit kwam er ook nog bij. Dan kan je dus je... Ziet er zo uit. Dan kan je dus je knoflook in doen. En dan moet je dat gaan rollen in je hand. En dan... Ja, dat is dan handig, zeg maar. En foldertjes. Nou, die doen we eigenlijk allemaal weggooien. Dit was een lekker geurtje wat we mochten ruiken. Een hele meuk aloe vera. Die man die hebben jullie gezien in de vlog. Shampoo van aloe vera. En dit was dan weer handig volgens mij voor hoofdpijn en migraine en zo. Ja, ik trap er elke keer weer in. Wat is het? Voetencreme? Ja, dit is de voetencreme voor als je last van de kloof van de voeten hebt of zo. En dit is de handcreme, maar die had hij op ons gesmeerd en die was wel heel fijn. En Ja, we kregen gratis deze tube voor als je dus een koortslip hebt. Nou heb ik ze nooit. Dus we kregen een gratis koortslippen ding. En een soort van labello. Maar labello was niet goed, maar deze was wel goed. Want er zit aloe vera in. Tuurlijk. Wat hebben we nog meer? Oh ja. Oh, yep. Nou, ik heb dus meerdere van deze tubes. Omdat Lotte, die ging telkens het spel opnieuw doen. En we kregen dus iedere keer opnieuw tandpasta. Maar Lotte heeft dus gewonnen. En ze heeft dus een wellnessweekendje gewonnen. Samen met Daniëlla. Dat is wel heel leuk. Die heb ik gratis. Die kan ik nog opeten. Dat is heel fijn, want ik heb nu nog geen eten op. Wat hebben we nog meer? Een gratis regenponcho. Niet gebruikt, maar het regende wel. Ja, en ik heb hier nog meer. Nog een, oh ja, dit is ook weer zo'n koortslippencrème dan voor haar. Ik heb één voor hem en voor haar. Er is helemaal geen hem hier. En nog een tandpasta. Dus ja, dit is eigenlijk de bende die ik heb gevonden op de Libelle Zomerweek. Nou, bende. Er zitten ook leuke dingen tussen. En heel veel blaadjes. Dus, al met al wel leuke dingen gevonden. Ik vond het heel erg druk. Ik vond het echt heel erg druk. Ik vond het lastig filmen ook, omdat het zo druk was. Ik weet niet of ik volgend jaar echt wel weer naar Libelle Zomerweek zou willen. Tot een schijt. Trying to be realistic here. Wat zeg je? Wat zei je? Nu moet je stoer zijn. Eerst wou je de video bommen, dan moet je het ook zeggen. Ja. Kijk het maar terug als je edit. Nou, anyways. Ik heb een gezellige dag gehad. We hebben een heerlijk broodje gegeten. Lekker ijsje gegeten. Leuk spel gespeeld. Waarvan Lotte en Daan dus gewonnen hebben dat spel. En dat ze dus een heerlijk weekendje weggaan. Ja. En Lotte de nieuwe huis gezien. Die hebben dus zelf een huis gebouwd. En dat is echt super gaaf hoe die eruit ziet. Maar goed, ik ga even kijken of ik wat te eten kan vinden hier in huis. En dan zie ik jullie straks weer. Ja, hij is in slaap gevallen op de bank. Tuurlijk. Hoofdpijn joh, van zo'n drukke dag. Tenminste druk qua heel veel mensen om je heen. En opletten waar je loopt en dat soort dingen. Maar goed, het was wel gezellig. Het was in ieder geval een hele gezellige dag. En ik duik lekker snel mijn bedje nu in. Bellen nog even uitlaten, mijn bed in. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Gezellig dat jullie er weer bij waren. Morgen is er weer een nieuwe vlog. Ik ben allemaal kruimels uit mijn... Er zat allemaal kruimels hier geplakt. Maar goed, die zit ik ondertussen uit te vissen. Stupid. Maar ik zie jullie allemaal morgen weer in een nieuwe vlog. En ja, ga slapen. Slaap lekker. Thumbs up als je me dus leuk vond. En abonneren. Jullie weten al lang dat er nog een rondje hier komt. Waarop dat kan. Dus de abonneerknop. Als je dat leuk vindt en gezellig vindt om een kijkje te nemen. Bij huisje wel tevreden. In deze familie. Best wel eens af en toe wat leuks gaan doen. Tot morgen allemaal. Doei!